Ja, je mag het licht uitdoen hoor, als je wil. Deze blijft gaan, hè? Wat je wilt. En voor jou bijvoorbeeld, of ligt het die even? Zo. Het is allemaal goed hier hoor. Ja, oké. Okay. Nee, het is behoorlijk helder hier. Ja, en jij staat er helder op. Dan gaan we even goed zitten. Goed zitten is heel belangrijk. Als een eerste stap in het proces van meditatie. Dat we het gevoel hebben dat we zo voor lange tijd kunnen blijven zitten. De onderabt van Thailand, Lompa Tatjivo, vertelde mij ooit dat het een 20 jaar heeft geduurd. Dat het 20 jaar heeft geduurd voordat hij de juiste zithouding en het juiste meditatiekussen voor zichzelf had gevonden. Dus we moeten dit element niet onderschatten. En er nu en dan wat aandacht aan besteden. Maar als we eenmaal zitten, dan laten we het. En dan ademen we eens diep in. En weer rustig uit. En dat herhalen we zo een paar keer. Dan laten we eerst onze ogen zich ontspannen. We voelen de spiertjes in onze ogen, rond onze ogen en ook tussen onze ogen zich ontspannen. Het kan zijn dat onze ogen een klein beetje open gaan. Net als een klein kind dat slaapt. We voelen de ontspanning door ons lichaam heen gaan. Vanuit het midden van ons lichaam tot in elk deel van ons lichaam. De ontspanning vertrekt vanuit het midden en dan voelen we onze hele romp ontspannen en zacht worden, borst en buik. En dan onze ledematen. Laat ze ontspannen. Als van nature. En tenslotte voelen we ook ons gezicht, ons aangezicht zich helemaal
ontspannen. We hoeven niets te doen. We hoeven nergens heen. We hoeven niet langer paraat te staan. Of aanstalten te maken om dit of dat te doen. Alles is goed zoals het is. En als er nog wat spanning is, dan gaan we dat niet proberen eruit te peuteren. Maar we laten het gewoon. En als we er niet op inzoomen en we voelen ons mentaal meer ontspannen, dan zal ons lichaam ook wat meer tot ontspanning komen. En als we ons lichaam een beetje hebben kunnen loslaten, besteden we aandacht aan onze mentale rust. We voelen dat gedachten en gevoelens ons soms kunnen afleiden, dat we daar soms op voortborduren. En we herinneren onszelf eraan dat we dat niet meer hoeven te doen. Wat er ook in ons opkomt, we laten het zoals het is. Al is het nog zo vervelend. Al is het nog zo frustrerend. Al is het nog zo aangenaam. We blijven telkens terugkomen als we zijn afgeleid. En we verwijten onszelf niets. We hoeven ook onszelf niet te analyseren of de meditatie af te dwingen. Dan merken we geleidelijk dat er meer stilte is en dat we minder actief worden van binnen. Onze ademhaling wordt ook minder actief. Voelen een zekere tevredenheid wanneer we gewoon kunnen zijn zonder nou zoveel te hoeven.
Voel ook meer openheid en ruimte. Die soms ons lichaam overstijgt. Dan hebben we het gevoel dat we ook meer de ruimte om ons heen voelen. Dat we ons meer tevreden voelen en meer open in het hier en nu, worden we ons bewust van het onderwerp van de meditatie. We kunnen meteen ons bewust worden van de middenruimte. We weten diep in onszelf waar deze middenruimte is. We weten precies waar het is. En onze aandacht is in het midden. We voelen deze zachte verbinding. Maar mochten we soms afgeleid zijn, kunnen we gewoon weer terug. We hoeven het niet te forceren of onze aandacht vast te pinnen. Het is als een hele zachte aanraking
Net als een klein bijtje, een kleine bij die nectar uit een bloem haalt. Met een zachte aanraking, zacht en zorgzaam. We hoeven niet veel meer te doen als we het willen. Laten we de herinnering van een mooi voorwerp achter in het midden van onszelf. Bijvoorbeeld de zon, de maan, of een klein kaarsje, een lichtje, waarvan je enkel het licht ziet schijnen. De herinnering die we achterlaten in het midden kan ons soms helpen om gemakkelijker de weg terug te vinden in de middenruimte. Maar ook daarvoor geldt de zachte en zorgzame aandacht is essentieel. Als je gewend bent aan een bepaald voorwerp of een bepaalde beeltenis, dan herinner je die beeltenis alsof je er nog gisteren naar keek. Of als je er, net alsof je er nog net naar hebt gekeken. En een herinnering is altijd zacht. Herinneren je het onderwerp net als dat je je iets aangenaams herinnert. Als het niet aangenaam voor jou voelt, maar onaangenaam, dan kun je het beter laten. Simpelweg bewust te zijn dat er deze middenruimte in ons is. En simpelweg opnieuw te bevestigen. Nu en dan. Dat er deze bijzondere middenruimte in ons is. En het bewustwordingsproces van de middenruimte helpt ons uiteindelijk om tot een innerlijke verstilling te komen, diepgang, die we anders in ons dagelijks leven zelden ervaren. De middenruimte is de balans
tussen lichaam en geest. Het is waar ons bewustzijn begint en weer eindigt. We geven het de gepaste aandacht met een zachte en zorgzame en speelse stijl. Laten we samen verder mediteren, terwijl we wachten, zonder iets te hoeven.
Wanneer we zo lange tijd zitten en zijn. We zijn en we zitten zonder veel te hoeven doen. Beginnen we ze langzamerhand ook meer te zien hoe we soms aan de dingen vasthouden. En dan merk je, en dan merken we vanzelf dat we dat ook makkelijker kunnen loslaten. Wanneer we in lichaam en in geest steeds meer onszelf aanpassen aan de staat van gewoon te zijn. En soms dan verschijnt de herinnering in het midden heel duidelijk, maar soms ook weer niet. Soms is het heel helder en schijnend, stralend, maar soms is het ook gewoon een schim. Hoe het ook mag zijn, we zijn tevreden omdat we gewoon zitten. En dat we niets hoeven. Dan komen we geleidelijk in het laatste deel van de meditatie. Waarbij we wat tijd nemen om de energie van de meditatie te voelen en tot ons door te laten dringen. Terwijl we glimlachen naar onszelf en we onszelf het beste toewensen. Dat ik gelukkig mag zijn. Dat ik vrij mag zijn van lijden. Laat de gedachten in je opkomen. En kijken wat het met je doet. Dat ik gelukkig mag zijn. Dat ik vrij mag zijn van lijden. En dan merken we dat de energie zich geleidelijk aan meer uitbreidt. Om ons heen. In onze directe omgeving zijn er mensen die ons lief zijn, maar ook mensen die we niet zo goed kennen. Dat iedereen om ons heen gelukkig mag zijn door deze meditatie-energie die zich uitbreidt naar buiten toe. Iedereen gelukkig mag zijn, vrij van lijden. Dat er niemand mag lijden. En dat niemand mag ziek zijn. En iedereen gezond. Dan voelen we de energie meer zich uitbreiden. Voor zover we dat ons kunnen voorstellen,
Naar iedereen die we kennen en niet kennen. Iedereen die we lief hebben, maar ook die we niet mogen. Iedereen gelukkig mag zijn, vrij van lijden. En ook alle levende wezens, de zoogdieren, de vissen en de vogels, zelfs de kleine diertjes, de insectenwereld, om ons heen. Dat alle dieren, klein of groot, gelukkig mogen zijn. Alles wat leeft. Mens en dier. Alle levende wezens. Die we kunnen zien en die we niet kunnen zien. Gelukkig en vrij van lijden. Geef jezelf, we geven onszelf de tijd om met een glimlach naar de wereld om ons heen te kijken in onszelf. We hebben allemaal liefdevolle intenties in onszelf, maar ook minder liefdevolle. Het is maar waar je het meeste aandacht aan besteedt. En dat groeit in jezelf. Niemand is van nature goed. Niemand is van nature goed. En er is ook niemand van nature slecht. Het is maar waar je het meeste aandacht aan besteedt. En we groeien, de mooie bloemen van de liefdevolle aandacht in de tuin van ons bewustzijn.
Dan komen we geleidelijk aan het einde van deze meditatie. We voelen onze handen, onze voeten, onze ledematen, ons gehele lichaam. We horen de geluiden om ons heen, zoals bijvoorbeeld de verwarming. We voelen het kussen of de stoel waar we op zitten. En misschien voelen we onze lippen die wat droger zijn dan normaal. En dan herinneren we onszelf eraan dat we altijd weer opnieuw terug kunnen naar de herinnering in ons midden. Zonder enige dwang, maar meer als een vriendelijke groet, waarmee we contact houden met onze diepliggende innerlijke zelf. Dan doen we geleidelijk onze ogen open aan het einde van deze meditatie.